Nadja, kom staan. Let op, hè. Vanuit het nek tot aan de billen is er één mooie rechte lijn. Sommigen die staan heel erg met een holle rug of met een bolle rug. Andersom. Zo, dus dan kun je je startbeweging eigenlijk niet goed inzetten. Als je nou kijkt naar de positie die Nadja heeft, met de rechte armen, maar heel licht gebogen, op de polsen, op het stuur, met één lijn naar de schouders. De rug is recht. De heup is fijn hard. Op het moment dat ze dadelijk moet gaan, dan draait ze de billen eigenlijk iets naar achter. Maar ze blijft met de polspositie op dezelfde plek. Wat krijg je het effect? Is dat je vanuit deze positie dit gaat doen. Maar dadelijk, als ze weg moet, dan gooit ze de heupen naar voren.
dan blijft weer die poofpositie op dezelfde positie. Alleen nu gooit ze het lichaamgewicht met de heupen niet naar hier. Dat veel kinderen zien doen op rijers. We gaan naar het stuur. We gaan alles lichaamsgewicht erin gooien en proberen laag te blijven met met het voorwiel. Dat kan alleen als de poofpositie op de goede plek blijft. Dat doen we één keer voor. En dan, daarna gaat iedereen de fiets pakken en dan gaan we beginnen aan een startdek. Dan mogen jullie even allemaal twee startjes maken voor je eigen en dan gaan wij pas corrigeren met z'n tweeën. Dus net jij gaat staan. Ik ga dadelijk even apart mijn nasje en dan nog een paar die op de dood.